gezien en ik denk, ja, daar redden ze weer, maar ik heb er niks mee. Ja, ik denk ook altijd, als Maria en Jozef nou zouden leven, zouden ze waarschijnlijk bij de sociale werkplaats werken. En dat is nog hoog gegrepen hoor, dat is echt proeftijd eruit voor alle twee. Want ik denk altijd, kijk, Jozef die geloofde Maria, maar ik denk altijd alleen maar, wie gelooft er nou toch Maria? Nee, echt Jozef, ik ben zwanger. Van de Heilige Geest, ja. Ja, dat moet niet gekker worden, hè. Maar Jozef, die geloofde dat. Ja, als jij zegt Maria, dan zou dat wel zo zijn. En iedereen doet altijd een beetje vergoeilijkend over Jozef, hè. Zeggen ze altijd, ja, maar Jozef was een vakman. Jozef was een echte timmerman. Maar Jozef, die kon niet timmeren. Die had ooit een LOI-cursus aangevraagd. En nooit gekregen ook. Die kon niet timmeren. Want als je even logisch nadenkt, dan hadden we zelf achter kunnen komen. Kijk, uw vrouw is zwanger. Waar dan ook van, woep, die is ineens zwanger, ja? Ze moesten naar Bethlehem. Jos, waarvoor moesten ze naar Bethlehem? Om zich te laten registreren. Kijk er van op, hè, René? Ja, dat weet. Ja, dat zie ik wel. Je zit echt zo. Inderdaad, heel goed, Jos, om zich te laten registreren. Dat had ook best telefonisch gekund. Maar zij dachten, nee, we maken er een dagje van. We gaan, ja, het was toch kerstvakantie. Dus ze dachten, nee, we gaan lekker naar Bethlehem. Nou. Je hebt dus een zwangere vrouw. Met die zwangere vrouw moeten naar Bethlehem. Je hebt een ezel. En je bent zelf een timmerman. Dan moet het toch niet zo heel moeilijk zijn om een karretje in elkaar te timmeren. Waar Maria onderweg lekker in kan liggen. Waar je misschien nog een kunt overnachten als de herbergen vol zouden zijn. Volgens mij is Jozef in zijn werkplaats echt honderden keren aan zo'n karretje begonnen. Maar elke keer viel het weer helemaal aan elkaar. En op een gegeven moment is Maria in die werkplaats gekomen en zegt, houd er maar mee op, Jozef. Terwijl ze zwanger was, hè? Want zo was Maria, hè? Houd er maar mee op, Jozef. Houd er maar mee op, Jozef. Er wordt helemaal niks met een kaartje, dat zie ik zo. Ik weet goed met jou gemaakt. Ik ga mijn eigen nou omkleden. En als ik terugkom, dan vertrekken wij gewoon naar Bethlehem. Ik ga wel op die ezel zitten. Ja.